Dit is Taizhou, een onaanzienlijk stadje, totdat de president van de Volksrepubliek, die hier vandaan komt, besloot dat hier het centrum moet komen van de farmaceutische industrie in China. En sindsdien barst het stadje uit zijn voegen. Meer dan 100 vierkante kilometer moet het bedrijventerrein worden. Os is er als de kippen bij om vriendschapsbanden te sluiten met de stad, waar dat allemaal gaat gebeuren. Ja, ik denk dat dat de deuren opent voor een heleboel samenwerkingsrelaties. Want China is natuurlijk een staatseconomie. Dus als je als overheid goede banden hebt, dan wil dat zeggen dat het bedrijfsleven kan volgen. En ik denk dat dat de bedoeling is. Veel achtbaansnelwegen, nog helemaal leeg. Laboratoria die niet of nauwelijks gebruikt worden. Ja, dat is een heel groot verschil met zoals wij het doen. Meer wij hebben een doel en daar definiëren wat wij nodig hebben. En daar gaan we kijken, is het wel heel erg nodig en dat gaan we doen. Hier wordt heel veel neergezet en dan gaan ze kijken van hoe kunnen we dit invullen. Vandaar dat er nu heel veel capaciteit is en men zoekt heel duidelijk nog naar samenwerkingsverbanden. In Taizhou wonen miljoenen mensen, in Os nog geen 100.000. Toch ziet de burgemeester ook overeenkomsten. Er zit heel veel gemeenschappelijkheid in. Taizhou ligt aan een van de grote rivieren, de Yangtze. En Os ligt aan de Maas. Dus we hebben eigenlijk allebei al een 2000 jaar oude beschaving. En dus werden er vandaag allerlei overeenkomsten getekend. En hoe dat gaat ontwikkelen, nou ja, wij staan er open voor. En we zien wel. En cadeautjes uitgewisseld. Provinciebestuurder Bert Pauli kreeg een viool. Een gigantisch bedrijventerrein. Groot, groter, grootst. En wat doet een Chinees dan als hij daarin wat menselijke maat wil aanbrengen? Dan bouwt hij een Europees stadje na.